Ninove staat in de maand oktober volledig in het teken van de viering van 50 jaar Melaatse werking van het Dr. Hemerix-comité en dat met de steun van het stadsbestuur van Ninove. Zo was er op 1 oktober om 17 uur al een hulde aan het monument op het Dr. Hemerixplein zelf. Aansluitend was er ook de opening van de tentoonstelling in het stadhuis. We vroegen aan een van de broers van Dr. Hemerix wie precies zijn papa was. Ja, zijn papa dat was eigenlijk voor ons de afwezige. Want die was altijd, we waren in veel bewondering voor hem. We waren altijd heel blij als hij terugkwam uit de Congo en later uit Indië. Maar ja, dan was hij 6 maanden thuis en dan was hij weer weg. Dus mensen die met hem meegewerkt hebben en andere mensen, die weten veel meer over het werk van mijn vader dan wij weten. Nou ja, van wat dat andere mensen ook zeggen en doen. Ja, en het was eigenlijk ons moeder waar wij de grootste respect voor hebben, want die hield alles bij elkaar. En ja, die maakte het mogelijk dat onze vader dat werk kon gaan doen. Hè. Welke vrouw zou er nu nog zeggen tegen man, het is goed, komt gij maar binnen 3 jaar terug. Zult er niet veel vinden, denk ik, die dat gaan doen. Nu, hè. Maar ons moeder heeft dat wel gedaan. Om de 3 jaar kwam onze vader naar huis. En dan bleef hij 6 maanden thuis en dan was hij weer weg. En later is dat om de 2 jaar geworden. Dus ons moeder, dat is voor ons degene die moet gevierd worden. Onze vader, tuurlijk, oké, ik versta dat wel. Maar die man, ja, dat was zijn leven, dat was zijn werk. Hij deed dat graag. Ja. Het moet een prachtmens geweest zijn, hè, uw papa? Hij heeft veel mensen geholpen, hè? Veel mensen geholpen, dat is zeker. Absoluut. Dat is zeker, ja. En als hij dan thuis was, als hij terug in België was, wat deed hij dan met jullie? Goh, dan ging hij veel naar de bibliotheek. En op het moment dat wij konden rijden, dan moesten wij hem naar de bibliotheek van Brussel voeren. En dan ging hij dan een hele dag van alles gaan opzoeken en doen en zo, hè. Het was een bezige bij uw papa? Ah ja, absoluut. Altijd. Ja, ja. Het stond altijd heel vroeg op. Ja, ja. Om 5, 6 uur, dan had hij al spek met eieren gemaakt. En dan was hem. Zegt hij, nou, als wij dan om 8 uur opstonden, zeg, de dag is al bijna om. Ja. Wat vindt u nu persoonlijk van die viering hier in Ninove? Wat er hier allemaal gebeurt? Ja, ik denk dat dat voor de mensen hier in Ninove wel een heel feest is. En ook om dan zo'n een oude Ninoviter te kunnen vieren, dat denk ik wel. Ja. Zou je papa dat appreciëren dat dit gebeurt? Ja, hij zou dat laten gebeuren, maar hij zou dat zelf niet achter zitten dat gebeurt. Hè. Nee. De jubileumviering, 50 jaar. Melaatse werking in Ninove. Het is inderdaad ongeveer 47 jaar geleden, in 1969, 15 oktober, dat Dr. Hemerix gestorven is. Het is ook op die dag dat we eigenlijk de viering in de Plomblom en de waardering nog eens extra gaan uitdrukken in het cultureel centrum. Maar stel dat onze dokter hier nu nog, want hij is hier uit de buurt, hier zou bij zijn. Wat zou hij wel van ons denken? Familie, sympathisanten, dus mensen die nauw bij Dr. Hemerix gestaan hebben, hier ook hun bloemenhulde zouden willen brengen aan het monument. Was die Dr. Hemerix? Ja, dat is mijn grootvader. Ik heb die niet zoveel gekend, maar ja, ik heb wel een paar herinneringen dat ik bij hem op de schoot zit enzovoort.
Hebt u er nog enkele? Want waarschijnlijk had hij toch iets beter gekend hebben, of was hij veel weg? Die was zeer veel weg, hè? Ja. Maar ze zeiden hier dat hij in 65, geloof ik, definitief teruggekomen was. Maar bij mij weten is hij zelfs daarna nog heel vaak in het buitenland geweest. Daarom zou ik dan nu ook vragen dat in nagedachtenis van dokter Hemerijks de symbolische boom geplant wordt waaronder hij zijn zieke mensen behandelde. En dan zal die hier ter nagedachtenis van dokter Hemerijks nog vele jaren zijn geest en zijn spirit laten onthouden. Heeft dat gemiddelen zaden, steeds meer en meer. Help ons belofte houden, Jezus onze Heer. Het is een waar genoegen dat ik als schepenbevoegd voor cultuur en erfgoed vandaag deze tentoonstelling mag openen en op die manier mijn hulde mag brengen aan dokter Hemerijks. Een man, een innovieter, onze ereburger die geschiedenis heeft geschreven door zijn aanpak van lepra, maar vooral ook door de respectvolle manier waarmee hij Melaatsen behandelde. Theo, hoe kent u eigenlijk dokter Hemerijks? Van mijn geboorte. Van in mijn geboorte en dikwijls meegeweest naar als ik vertrok naar Congo of naar, we hebben een paar keer bij hem geweest in India ook. En ja, dat is de broer van mijn vader, dus in de familie, het was de enige die altijd hier was. Hè. Wie was die dokter Hemerijks eigenlijk? Was dat een simpele gast? Dat was een hele simpele, zijn zoon en zijn kleinzoon, hè, zijn ook simpele en die zijn allemaal. Want hij wou eigenlijk al die feestelijkheden wou hij niet. Hij had dat nooit niet gewild. En Antoinette, hoe staat u er tegenover hetgeen dat hier allemaal gebeurt nu? Ja, dat is formidabel, hè. Ik heb onkel minder gekend, want ik ken hem maar vanaf we getrouwd zijn, hè. Ja. Dat is nu 52 jaar. 52 al? Zijn wij getrouwd, ja. En bent u ooit mee geweest naar India of zo? Wij zijn twee keer geweest in India. In Pulambakam. Tweemaal. Ik zou er nog een keer weer gaan, maar dus de leeftijd laat dat niet meer toe. Ja, wat vindt u van de versieringen van de bomen en de tentoonstelling hier? Ja, formidabel. Ik heb van in het begin een klein beetje meegevonden. Zo. Ja, als enig lid van Hemerijks hier in de streek heb ik dat meegevonden. En ik ben ook in Damiaan-actie, dus we werken daarmee mee. Hè. Dus je blijft verder actief? Tot zolang dat ik kan. Zeker. Ja, zeker. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Dennerstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Dennerstreek via info@ninovemedia.tv of 0495 69 32 72.